Suriname zal in het komende weekend wederom in de ban zijn van jazzmuziek. Op vrijdag 25 en zaterdag 26 oktober 2019 wordt namelijk de 17e editie van het Suriname Jazz Festival gehouden. De opening vindt plaats op het poolterras van Jacana Amazon Wellness Resort. Op een vandaag gehouden persconferentie zei Manuela Ronocario, marketing- en PR-coördinator Suriname Jazz Festival, dat de toegang op vrijdag geheel gratis is. Voor de toegang van het main event op zaterdag verwacht de organisatie een donatie vanaf 100 SRD per persoon. Ronocario zegt verder dat het programma voor dit jaar zeer divers is. Er zullen ook gasten uit de regio optreden. Ze zegt ook dat de organisatie in de toekomst internationale gasten erbij wil betrekken. Eigenlijk proberen we elk jaar buitenlandse invloeden te brengen naar Suriname om een fusion te creëren. Dit jaar hebben we gemeen omdat we eigenlijk al gewend waren met... Vorig jaar waren Dennis en Regine La Passion erbij. En we wilden ze dit jaar weer hebben. En toen waren ze van, hey, we hebben samen een project gedaan met de Brazilianen van Amapau. Dus wat als we dat presenteren aan het Surinaamse publiek? Sowieso willen we groter gaan, internationaler, VS en Nederland. Maar dit jaar hebben we gekozen om klein te beginnen en dan gaan we daaruit uitbreiden. Dus we beginnen even regionaal. Natuurlijk willen we Guyana ook graag meenemen in het project. Maar natuurlijk moeten we ook, zijn we ook afhankelijk van sponsoren. Dus dit jaar hebben we het geprobeerd met de Fransen en de Brazilianen. Volgend jaar proberen we het natuurlijk iets groter te houden. Verder zegt Ronocario dat de organisatoren van het festival een podium willen bieden aan Surinaamse artiesten om hun kunnen te tonen. Op de persconferentie hebben de buitenlandse artiesten ook een voorproefje gegeven van wat men kan verwachten in het weekend. We willen nog steeds onze Surinaamse jazzartiesten een podium bieden om hun kunnen te tonen. Helaas kunnen we vanwege financiële middelen geen andere evenementen organiseren waarbij de jazzmuziek naar buiten komt. Vandaar dat we hebben gemeend om dit jaar donaties te vragen in plaats van een toegang. Vragen we naar donaties naar de stichting toe, zodat we andere evenementen kunnen organiseren om onze artiesten een podium te bieden. De artiesten uit Frans-Guyana en Brazilië gaven op een vandaag gehouden persconferentie op het terras van het Vat een voorproefje van wat de gasten van het Suriname Jazz Festival in het weekend kunnen verwachten.